Goedemorgen allemaal, of eigenlijk goedemiddag, want het is 1:30. Ik ben heel erg goed bezig geweest vanochtend. Ik heb namelijk al 2 video's geëdit en eentje staat nu hier naast me te renderen. Dus dan is hij aan het opslaan. En dat duurt altijd best wel lang. Hij is nu 9 minuten bezig en hij moet nog 14 minuten. Het is een video van 7 minuten, dus kun je nagaan hoe lang dat duurt. Dus ik dacht, ik kan nu toch niet zo heel veel doen. Ik ga eten. Dus ik heb mijn eiwitpannenkoekjes gemaakt. Ik heb dit recept al eerder gedeeld, volgens mij in een artikel of zo. Ik kijk wel eventjes of ik hem kan vinden en dan link ik hem hieronder. Ik heb er vandaag eentje met pindakaas en sambal. Eentje met 30 plus kaas, want dat hadden we nog liggen. En eentje met achterham en een klein beetje mosterd. Dus daar heb ik zin in. Ik ga eerst lekker eten en ik kom zo bij jullie terug. Zo, heerlijk gegeten. Maar nu eerst eventjes dank jullie wel, jongens, voor al jullie berichtjes na mijn vorige vlog. Voor degenen die het gemist hebben, ja, je hebt echt iets gemist. Ga anders de vorige vlog nog eens even kijken. Maar ik kreeg echt, ik dacht, misschien krijg ik een keer 20 privéberichtjes of zo. Maar echt, jongens, het waren er zoveel. Ik ben begonnen met iedereen, zeg maar, even een berichtje sturen van, hey, dankjewel, leuk dat je meedoet, maar... ik heb het niet kunnen bijhouden. Het ging echt zoveel. Dus dank jullie wel. Echt, jullie zijn toppers. Ik ben echt blessed met zulke lieve, trouwe volgers. Echt, dank jullie wel. Wie herkent trouwens dit shirtje? Over diehard volgers gesproken. Wie weet waar dit shirtje van is? Laat het me hieronder achter als je het nog weet. Verder, ik ben dus eventjes aan het werk. Ik ga nu, ik heb net de was ook opgehangen. Zo, ik ben overbelicht. Ik ga nu ook eventjes afwassen als een goed huisvrouwtje betaamt. En daarna ga ik straks voor mijn wimper extensions. Want mochten jullie niet weten, ik heb wimper extensions. Misschien kan je het zien. Ze zijn er, nou ja, eigenlijk nagenoeg af. Ik vind het er dan altijd, nou, echt niet meer uitzien. Dus ik kan niet wachten totdat er weer nieuwe worden gezet. Dus dat ga ik vanmiddag doen. Eerst eventjes wachten tot Sven de auto hier weer heen brengt. Want we hebben dus nog steeds maar 1 auto. En dat is af en toe gewoon even behelpen. Ik weet het, dat is echt een luxe probleem. Maar voor ons is het een beetje behelpen. Zo, jongens, ik heb mijn auto. Sven is thuis, dus ik ga direct even mijn wimpers laten doen. Dus als het goed is, zien jullie straks een complete transformatie. Ik heb gelijk mijn sportkleding even aangetrokken. Want we gaan zo meteen waarschijnlijk direct door sporten. Maar nu eerst dus naar Assen voor mijn wimpers. Ik ben weer thuis, super blij met mijn nieuwe wimpertjes, heel fijn. En Sven is ondertussen een nieuwe bullet aan het proeven. Want zoals je weet vinden wij het af en toe heel lekker om sugar-free energy drink te drinken. Wat voor is dit? Sugar Free Citrus Splash Bullet. Lekker hoor. Lekker? Mm. Niet gezond, jongens. Moet je niet te vaak doen. Maar voor af en toe. We wilden dus gaan sporten. Wij doen het echt zelden. Echt zelden doen wij het. Ja. Ja, dan mag het best wel eens. Op onze gezonde levensstijl. Ja, dan kan het wel. Maar we wilden dus gaan sporten. Maar we hadden ons niet bedacht dat Sporttrade op in juli en augustus om 5 uur dicht gaat op vrijdag. Handig, hè? Handig. Dus nu moeten we naar Basic Fit, denk ik. Er zit niks anders op. Nee. Niet sporten bestaat niet. Nee, dat kan natuurlijk niet. Daarom drinken we een bullet. Wil je proeven? Ja. Dit gaat fout, hè? Hoger. Nou, is wel lekker. Ja? Ja. Sinaasachtig. Ja. Wel lekker. Nou, dat waren echt de meest epic workout beelden ever. Nee, het was echt mega druk bij Basic Fit. Dus ik heb verder niet gefilmd. Maar heb jij lekker getraind? Ja. Ja, hè? Ik ook. En nu zijn we aan het koken, want we hebben wel trek. En we eten weer eens wat anders. Ik ga het je laten zien hoe onze gasfornuis er dan uitziet. Ik eet gemengde groenten, want dat vind ik super lekker. Maar Sven vindt het lekkerder om 1 soort groenten te eten. Dus Sven eet witte broccoli, volgens Sven, hè? Ja, witte broccoli is dit. En ik heb een mixje van groenten. Ik ben een Duitse biefstuk aan het bakken en Sven 2 hamburgers. En ik heb hier zoete aardappel. Oh, hij bestaat helemaal. Zoete aardappel gepopt in de magnetron. En die ga ik straks schillen en erbij opeten.
Goedemorgen, guys. Het is 9:15 op zaterdagochtend. Sven die is naar zijn werk en ik heb een ontbijtje. Ik heb kwark met aardbei en blauwe bessen en nootjes erin. En dit... Oh, ik heb er geen eens koeken en speculaaskruiden overheen gedaan, zie ik nu. Dat ga ik nog even doen. En dan ga ik lekker ontbijten. Ik heb besloten om niet te gaan sporten. Ik heb dit shirtje aan en een zwarte broek. En er gaat straks een spijkerjasje overheen. Ik merk namelijk aan mijn lichaam dat het best wel moe is. En ik dacht, nou, een keertje rust is ook helemaal niet verkeerd. Ik had ook niet per se heel veel zin om te sporten. Dus ik dacht, weet je wat, het komt morgen waarschijnlijk weer en anders maar niet. Dat vind ik ook helemaal prima. Ik denk dat ik vandaag nog even de stad inga. Zometeen sowieso even naar de Action. Want ik moet nog even een aantal dingetjes hebben. Verder misschien nog even de stad in of zo. Even een lekker dagje voor mezelf. Dat vind ik af en toe best wel lekker. En ik moet sowieso nog een paar dingetjes hebben. Dus dat zien jullie vandaag. Zo klaar om te gaan. Ik heb even mijn haarbandje ingedaan. Deze aan. Schoentjes aan van Puma. We gaan eerst naar de Action. Ik neem een Under Armour rugzak even mee. Dat is deze. Want ik wil ook als het goed is een weegschaal kopen. Want onze weegschaal thuis is kapot. En het is toch wel fijn, vind ik, om een weegschaal te hebben. Dus daar ga ik ook even voor kijken. Maar dat is het wel handig om even een rugzak mee te hebben. Zo lekker om vroeg te zijn, jongens. Dan is het nog zo heerlijk rustig. Deze heb ik nodig. Daar schrijf ik altijd zeg maar, het gewicht op van mijn cliënten en zo. Als ik ze ga meten en wegen, dan zet ik een vetpercentage erop en gewicht en dat soort dingen. En ik heb saladeschaaltjes. Ik zoek dus ook nog een hoesje voor mijn telefoon, want deze is een beetje kapot. En ik zag deze, die vind ik niet zo leuk. Maar kijk, deze met die lama's of alpaca's, wat zijn het? Maar die is dus voor de Samsung Galaxy S7 en ik heb een S8. Echt zo jammer, want ik vind deze echt zo cute. Voor de rest zijn ze allemaal voor de S7, geloof ik. Dus jammer. Ze hebben ook echt zulke leuke dingen. Kijk, die en deze. En ik zag hier al een leuk prikbord. Echt zo schattig voor in de keuken. Ik kan niet wachten tot we een huis hebben, jongens. Dan kan ik het inrichten. Dit boefje hebben wij trouwens ook in een iets andere kleur. Ik vind hem nog steeds echt zo leuk. Kijk nou, die en die. En deze, super cute. Daar die. Echt heel schattig. Ik wil echt een groter huis. Ik ben trots op mezelf. Ik heb namelijk bijna alleen maar dingen gekocht die ik ook echt nodig had. Ik ga het je laten zien. Kijk, allereerst is die twee schaaltjes die ik net al even snel liet zien. En die wil ik gebruiken om mooie foodfoto's te maken. Ik heb nu echt maar één groter schaaltje waarin ik vaak de salades doe. En toen zag ik deze. Deze is ietsje groter dan deze. Hij is iets kleiner. Je kan het niet heel goed zien. Hij is ook wat lager. Kan je het zien? Ja, je kan het wel zien. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Volgens mij waren die zo'n 2 of 3 euro zoiets per stuk. Dan heb ik cartridges gekocht. Deze gebruik ik altijd in mijn printer. Ik heb wel het idee dat ze iets sneller leeg gaan. Maar goed, ze zijn voor 5, zijn ze 10 euro. Dus dat is echt geen geld. Dus ik vind het allemaal wel prima. Deze stofwisdoekjes zijn van die statische doekjes. Vind ik ideaal voor het afstoffen. Droog shampoo had ik nodig. Toen zag ik deze van Batiste voor 2,99. Shampoo. Ik gebruik altijd zilver shampoo. Maar ik doe het altijd eerst even een keertje met een gewone shampoo. Ik was mijn haar namelijk maar 1 keer in de week ongeveer. En dan doe ik het eerst eventjes met deze en daarna met de zilver shampoo, zodat het echt goed schoon wordt. Dan deze twee onderzetters, want die gebruik ik ook vaak voor het maken van foodfoto's om zeg maar borden op te zetten. Deze twee kleurtjes had ik nog niet en ik vind het wel leuk om afwisselende foto's te kunnen maken. Dan dit blok, die had ik al laten zien in de winkel. Nagellak remover, die was op, dus die had ik nodig. Het enige wat ik echt totaal niet nodig had, was Paw Patrol stickers. Maar ja, ik heb twee kleine neefjes die fans zijn van Paw Patrol, die ik morgen zie. Dus wie kan dan deze Paw Patrol stickers laten zien? De achterkant is alleen een beetje meisjesachtig, maar goed, hè? Alles voor de unisex tegenwoordig. Ik heb even thuis een kopje koffie gedronken, want het was keihard aan het regenen. Maar nu is het weer heel mooi weer, dus ik heb besloten om naar de stad te gaan wandelen. Ik vond het sowieso wel lekker om nog even in beweging te zijn. Ik heb verder niks nodig, maar ik vind het altijd wel even leuk om te kijken. En ik zat dus op de bank een kopje koffie te drinken en dan word ik in één keer zo lui. Maar ik had zoiets van, nee Marloes, je gaat gewoon wat doen. Daar word je vast wel weer vrolijker van en energieker van. Dus ik ga even naar de stad. Nou jongens, ik kan het niet echt vinden in de stad. Ik had ook niks nodig, dus dat komt heel goed uit. Ik was dit shirtje aan het passen. Ik zoek nog een basic wit shirtje. Want ik draag heel graag wit, maar ik heb niet echt een strakke. Maar ik weet niet, op de een of andere manier voel ik het niet echt. Hij heeft hier net een
Ja, ik vind het net een rare lengte. Hij zou net even 2 centimeter langer moeten zijn of zo. Nu vind ik hem net iets te kort en dan kan ik hem toch niet aan in mijn werk, vind ik. Want ik vind het niet zo netjes in mijn werk als je net een randje buik ziet. Dus nee, dit wordt hem niet. Hij is trouwens, hij is echt wel leuk hoor. Maar niet echt voor mij. Hij is €7,99 bij Stradivarius. Ik heb mezelf getrakteerd op een Cola Zero van de McDonald's. Dat vind ik echt zo lekker. Echt geen idee waarom, maar in zo'n beker met ijs vind ik het echt nog veel lekkerder. Het is nu echt keihard aan het regenen. Of tenminste, het wordt nu net weer een beetje droog. Maar het gaat telkens weer los. Dus ik wacht nog heel even en dan ga ik weer naar huis lopen. Ik ben weer thuis en ik heb eigenlijk dus niet zoveel gekocht. Alleen maar dingetjes, of bijna alleen maar dingetjes weer die ik nodig had. Deze fixing spray van de Ethos gebruik ik altijd. Dan blijft je make-up beter zitten. Ik heb ook gelijk wenkbrauw gel gekocht. Want die gebruik ik ook altijd, niet per se van Ethos. Maakt me niet uit. Ik heb volgens mij nu die van de Hema. Maar ik vind die altijd allemaal prima. Maar nu hadden ze tweede make-up product voor de halve prijs bij de Ethos. Dus, en ik had nog wenkbrauw gel nodig. Dus ik denk, ik neem die gelijk mee. En ik zag deze oorbellen bij de Primark. En ik heb echt serieus heel lang getwijfeld van ga ik dit meenemen of ga ik dit niet meenemen. Maar ik vind het eigenlijk wel gewoon heel leuk. En ik dacht voor €3, hè, kan je het gewoon niet laten liggen. Nu ben ik mijn spullen aan het pakken weer. Want Sven is ook al thuis. En we gaan eventjes naar de IKEA. Dat is leuk. Sven is nu zijn fiets aan het pakken. Dus ik denk dat we op de fiets gaan. Dat is nieuw. Dat verwacht je niet. Wil je op de fiets? Ja. Jeetje. Ja jongen, we worden echt schatjes. Ben je ziek? Ja, bezig. Oké, okay. Kennelijk gaan we fietsen naar de IKEA. Top! Daar zijn we. Ik ga zo filmen, anders is het heel awkward. Okay. Ja? Onderkindfilm. Onderkindfilm. Dat heeft Marije van Dit Gebeurt Er Al. Onderkind TV. Ja, dat is, dit is echt. Onderkind TV. Maar jij mag een bank uitzoeken. Ik zoek dan. Ik heb alvast een bank uitgezocht. Deze. En dan kan jij daar in dat andere hoekje gaan zitten. Dan kun jij daar zitten. Dit zit wel lekker. Ja, hè? Deze is nog best wel mooi hoor. Je hebt hem in allerlei kleuren. Sven ging dus voor de donkergrijze, zei hij. We zijn nu eetkamerstoeltjes aan het uitzoeken. We hebben nu deze. Alleen dan in het zwart, waar Sven op zit. Die vinden we wel leuk. En ik heb al eerder de tafel laten zien. Volgens mij had Anneloes die ook. Kijk, deze tafel. Mocht je denken, gaan jullie dan verhuizen? Nee, waarschijnlijk nog even niet. Maar we hebben wel alles al uitgezocht. Sven heeft een glasje gevonden. Wil je die hebben? Ja. Jij niet? Oké. Ja, ik vind het allemaal prima. Kijk, dit hebben we gekocht. 2 nieuwe kleine koekenpannetjes. Deze gebruiken we altijd. Volgens mij zijn ze €2,99 of zo. En ze zijn echt perfect. Deze anti-aanbaklaag is ook helemaal goed. En we hebben dus 2 van die mega glazen gekocht. Wel, dat vinden we allebei heel erg fijn om water uit te drinken. Ik drink nu altijd water uit van die plastic bekers. Maar ik ga deze maar eens proberen. Want die zien er wel heel goed uit. Oh, en Sven heeft ook chipjes gekocht voor vanavond. Het is alweer flink wat later op de avond. Het is inmiddels 9:15. Ik heb dus 2 dingen niet gevonden vandaag die ik wel wilde kopen. Ten eerste mijn telefoonhoesje. Ik wilde eigenlijk een wat leukere. Ik heb nu zo'n hele simpele doorzichtige, zeg maar. Maar ik wilde een wat leukere, maar die kan ik dus niet vinden. Dus ik denk dat ik maar weer zo'n doorzichtige ga halen. Die kan je gewoon bij de Hema kopen voor €5, geloof ik, of zo. En een weegschaal hebben we ook niet gevonden. Bij de Action hadden ze geen weegschaal. En bij de IKEA hebben ze ook geen weegschaal meer. Terwijl wij nu ook een hele simpele weegschaal van de IKEA hebben. Maar goed, ze hebben ze niet meer. En dat vonden wij een goed excuus. We hebben toch geen weegschaal. Om de nieuwe limited edition M&M's te gaan proberen. Crunchy Caramel. En aangezien ik ontzettend van M&M's hou en van karamel, kan dit alleen maar een succes worden. Wil jij ze openmaken? Ja. Maar je moet wel ook in beeld komen, dan kunnen we ze samen proeven. Ik kom eraan. Wacht even. Even geduld, jongens. Even geduld. Sven komt eraan. 20 hours later. Ja, zie. Jee. Oh, ik dacht je dit ermee verbond. Nee, oh ja. Ja? 3, 2, 1. Oh, wacht. Zo. Hard? Ik kom er wel uit de koelkast. Slecht voor je gebit.
Wel lekker. Ik mis wel een nootje. Nee, ik vind het niet zo lekker. Nee, vind je ze niet lekker? Nee, niet zo lekker. Maar ik liever die snoepjes van de IKEA van vanmiddag. Nee, ik vind ze wel echt lekker. Ja, maar ik denk dat de gele nog wel winnen met pinda's erin. Echt hard. Goedemorgen jongens. Het is zondagochtend 9:10. En we zijn onderweg naar de sportschool. En ik ben nog niet wakker. Nee. Nee, jij wel hè? Ik wel, ja. Jij wel. Oh, ja. Ik slaap echt nogal voor mijn gevoel. Maar goed, ik word straks wel wakker tijdens het sporten. We hebben straks afgesproken bij de familie van Sven. Dan gaan we daar gezellig lunchen. Maar ik heb nog niet ontbeten. Dus dat wordt een soort van brunch-achtig iets. Maar nu eerst even kijken. Even een klein workoutje doen of zo. Zo jongens, even fast forward, want het is alweer flink wat later. Ik had heerlijk gesport. Ik heb onverwacht meegedaan met het hitcircuit, wat ik zelf heb gemaakt. En een tijdje terug plaatste ik al op Instagram dat ik mijn eigen hitcircuit had gedaan en helemaal kapot was. En toen vroegen jullie al van, hey, wat voor oefeningen deden jullie dan? Nou ja, dat is dus, hij staat op het YouTube kanaal van de sportschool waar ik werk, Sporttrade. Als je ideetjes wil voor verschillende circuits, daar komt elke maand het circuit van die maand komt op het YouTube kanaal. Dus volg dan eventjes. Superleuk. En van mijn circuit wat ik vandaag gedaan heb, zal ik even een soort van kleine compilatie hier achter plakken. Dan zie je dus de oefeningen die ik had gedaan. Maar je kan dus ook even op Sporttrade kijken. Ik link het YouTube kanaal wel even hieronder. Inmiddels zijn we dus alweer even thuis. We hebben gezellig genoten met de familie van Sven. Was weer heel erg leuk. Ook nog eventjes in het bos gewandeld. En met mijn kleine neefjes gedold. Dus ja, dat is altijd heel erg gezellig. Nu zijn we lekker thuis en gaan we gewoon lekker een avondje chillen. Ik weet nog niet precies wat ik ga kijken, maar dat zie ik allemaal wel. Wil je nog wat zeggen? Want je gaat golf kijken. Echt? Ja, Tiger kan de PGA Championship. Ach jee, we zijn allemaal excited. Duimpje omhoog als je net zo excited bent als ik. We gaan er vet veel duimpjes omhoog. Goedemorgen jongens, het is alweer maandagochtend. Ik ben gisteravond helemaal vergeten, of eigenlijk ben ik het niet vergeten, maar we waren heel druk bezig met het zoeken naar een leuk alternatief voor onze huwelijksreis. Want we zien het niet helemaal zitten om nu naar Bali te gaan met de aardbevingen die daar zijn, tenminste die daar in de buurt zijn op Lombok. En helemaal natuurlijk willen we niet naar de Gili-eilanden, want daar is gewoon die aardbeving wel echt geweest. Dus we zijn nu druk aan het kijken waar we dan heen gaan. Ik kan wel een beetje zeggen waar we aan denken. We denken op dit moment misschien aan Florida, om naar Florida te gaan. We moeten alleen even kijken, van, ja, is dat financieel allemaal haalbaar? En ja, hoe gaat dat precies? Of misschien Curaçao. Dus dat zijn de opties waar we nu een beetje naar aan het kijken zijn. Maar ik moet nog een winnaar bekendmaken van de winactie van de 60.000 abonnees. En jongens, ik heb het al gezegd, maar wat heb ik ontzettend veel berichtjes gekregen. Echt niet normaal. Er kwamen berichtjes binnen via Instagram, via Facebook en via mijn mail. En ik heb vanmorgen Sven gevraagd, dat leek me wel zo eerlijk dat ik dat niet zelf ging bepalen. Maar Sven heeft random bepaald waar ik de winnaar op ga zoeken. Hey lieverd, waar vind jij dat ik een winnaar uit moet kiezen? Op Instagram of op Facebook of via de mail? Instagram. Oké, wat ik ga doen. Het zijn echt mega veel berichtjes zoals je ziet. Maar ik ga random ergens stoppen. En hier ga ik de winnaar uitzoeken. Oké, jongens, ik heb een winnaar. De naam van de winnaar is Laura. Ik ga haar nu een berichtje sturen. Dus als je nog geen privébericht hebt gehad van mij op Instagram, ben je helaas niet de winnaar. Ondanks dat er vast meer Laura's zijn die hebben gereageerd. Maar ik ga Laura nu een berichtje sturen dat ze heeft gewonnen. En ik ga het boek en de chocoladereep naar haar toe sturen.
Volgende week ga ik weer Instagram-foto's van jullie delen. Dus tag me, @OptimaVita, in jouw Instagram-foto's. Als je een shout-out wilt in mijn vlog. Of gebruik de hashtag OptimaVita. Dan kan ik je ook makkelijk vinden. En dan kies ik volgende week weer 4 Instagrammers uit die ik een shout-out ga geven in mijn vlog. Nu ga ik dus Laura een berichtje sturen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat je hem weer leuk vond om te zien. Ik wil je een hele fijne dag wensen verder. Heel erg bedankt voor al jullie massale berichtjes. En dat je een van de 60.000 abonnees bent. Dat betekent echt mega veel voor me. Je hebt echt geen idee. Nogmaals bedankt. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En ik zie je heel graag in een volgende video. Doei doei!